Het Staatsziekenfonds, SZF, heeft vanmorgen een Healthy Lifestyle minibeurs georganiseerd. Deze minibeurs heeft als doel om de samenleving bewust te maken van een gezondere levensstijl. Dit door gezond te eten en meer te bewegen. Volgens Sharon van Engelen, hoofd van de afdeling preventie, is men er nog niet van bewust dat een gezonde levensstijl het beste is. Het SZF heeft het op zich genomen om voor de eerste keer zo'n beurs te organiseren. Met de nadruk op healthy lifestyle, zegt Van Engelen. Het doel van de Healthy Lifestyle beurs is om de awareness van preventie te vergroten onder Surinamers. Wat bedoelt u precies met preventie? We bedoelen mensen ervan bewust te maken dat een gezonde levensstijl, dus tenminste drie keer in de week actief bewegen en gezonde keuzes maken. Toch? Voor wat betreft hun voeding, minder zout, minder suiker, minder vet. Door gezonde keuzes te maken, door een gezonde levensstijl, dat mensen voorkomen dat ze ziek worden. 17 bedrijven hebben aan deze minibeurs meegedaan. Het zijn bedrijven die variëren van het geven van voorlichting tot het verlenen van diensten. Zij gaven dus niet alleen voorlichting, maar ook praktische tips om op een gezonde manier te leven. Van Engelen had een passende boodschap naar de samenleving toe. Je gezondheid heb je grotendeels zelf in de hand. Leef bewust, leef gezond en daarmee voorkom je een heleboel onheil voor jezelf. Aldus Sharon van Engelen, hoofd van de afdeling preventie van het Staatsziekenfonds. Zij heeft vanmorgen de Mini Healthy Lifestyle beurs geopend. Dit is de eerste minibeurs die het SZF heeft georganiseerd met de nadruk op een gezonde levensstijl. Deze eendaagse beurs, die gehouden is in de congreshal, is vanmiddag afgesloten.